Hoe voorkom je een ramp met een kerncentrale, raket of waterkering? Dit is de Universiteit van Nederland. Een ramp? Hebben jullie ook zelf wel eens een ramp meegemaakt met een computer? Bijvoorbeeld, je was aan tekst verwerken en je bent in één keer de helft van je werk kwijt of al je werk kwijt van de hele ochtend. Wie heeft dat wel eens meegemaakt? Oh, is er ook iemand die het niet meegemaakt heeft? Iedereen lijkt het meegemaakt te hebben. En dan heb je dus wel zo'n foutmelding een keer gezien. Het blauwe scherm van de dood wordt het ook wel genoemd. Alles is in één keer weg. En uiteindelijk valt het vaak weer mee, want je kunt het toch... Je had het allemaal bedacht, dat was het grootste deel van de tijd. En daarna kun je het weer relatief snel intikken. Maar we hebben het nu over rampen die veel catastrofaler zijn. Waar die waterkering, zo'n raket, zo'n kerncentrale, daar gaat het niet zomaar om een beetje werk. En dan gaat het om mensenlevens en miljarden kosten die het betreft. Als dat misgaat, dan wil je nog wel eens wat schelden. Hebben jullie dat al gedaan? Dat misschien zijn mensen die schelden vaker dan dat ze echt aan het computeren zijn. Dat komt voor. Waar ik me mee bezig hou is softwaretechnologie. En ik kijk niet naar andere dingen wat die rampen betreft. Natuurlijk kunnen rampen door allerlei oorzaken ontstaan. Betonrot, metaalmoeheid, kan allemaal gebeuren. Maar ik kijk alleen naar de software. De software die stuurt alles aan. Alle processen in de wereld die worden bijna aangestuurd door software. Je zou zeggen: software heeft elektriciteit nodig. Wat denk je dat ervoor zorgt dat het elektriciteitsnet goed werkt? Software. Dus het is juist de software die aan alle basis zit. En dus ook aan de basis van het vertrouwen in dat de wereld goed draait zoals die moet draaien. Nou, wat voor rampen zou je dan kunnen proberen te voorkomen? Als we eens kijken, we hadden een raket. Die wil je natuurlijk dat je die heel in een baan om de aarde brengt. Een maanlander wil je niet dat je. Terwijl je rond de maan cirkelt ineens de computer van de maanlander zegt van ja, out of memory, we kunnen even niks meer. Of zo'n blauw scherm bijvoorbeeld. De waterkering, nou dat is een prachtig mooi ding, ik zal het straks nog even wat meer over vertellen. Je wil natuurlijk dat die echt waterkeert en niet dat die het water gewoon doorlaat. En een kerretcentrale wil je dat daar alleen de specialisten mee in de weer zijn en niet dat die gehackt wordt. Het gaat allemaal om de correctheid van de software, zorgen dat die alles doet wat hij moet doen. En dat hij dat doet ook binnen de, de, de bronnen die daar ter beschikking zijn. Binnen het geheugen wat hij heeft, binnen de tijd die soms nodig is. Dat noemen we ook wel safety. Security gaat meer om dat hij het doet ook als iemand probeert het te saboteren. Dat is een andere soort eigenschap. Safety doet wat het moet doen. Security zorgt dat je niet gesaboteerd kunt worden. Als je allebei die eigenschap hebt, safe en secure, dan kun je vertrouwen op de software. Waarom is dat nou zo moeilijk? Dat is heel moeilijk omdat. Het ongelooflijk veel verschillende mogelijke toestanden zijn waar je rekening mee moet houden. De software is het complexste wat de mens ooit gemaakt heeft. Elk bestandje wat je binnenhaalt is al 10 megabyte. Daarin kun je 10 tot en macht 20 miljoen toestanden opslaan. En al die toestanden, één beetje wat verkeerd staat, kan zorgen dat de hele software ermee ophoudt. Hoe ga je om met die complexiteit, die enorme complexiteit die in de software zit? Hoe zorg je dat je genoeg kwaliteit hebt? Nou, daar wordt heel veel onderzoek naar gedaan. Verschillende soorten programmeertalen. Die specifiek voor bepaalde soorten taken gericht zijn, zodat je binnen die taken minder fouten kunt maken. Allerlei testtools die zoveel mogelijk zorgen dat je op elke regel in ieder geval een keer een test uitgevoerd hebt, elke regel van de code. Ook allerlei processen die probeer je goed te hebben, dat je met z'n tweeën naar de software kijkt, dat je een goede gesproken hebt over wat die software zou moeten doen. Naast testen kun je ook de software proberen te analyseren, want met testen heb je altijd alleen maar eindig veel testen. En het enige wat je met testen kunt doen is een fout aantonen. Je kunt niet aantonen dat het correct is. Je kunt niet aantonen dat het voor alle gevallen goed is. Je kunt alleen zeggen: Ik heb dit gebeurd en dat gebeurd, en daar ging het mis. Of ik heb dit gebeurd en dat gebeurd en dat ging goed. Maar er zijn nog veel meer dingen die ik had kunnen proberen. Dus een analyse die is algemener. Daar kun je algemenere eigenschappen voor aantonen. En bij die analyse komt vaak wiskunde bij kijken. Toen wij ons huis verbouwd hebben, en uit, nou ik heb het niet zelf gedaan hoor. Toen het huis verbouwd werd, toen. Uh, werd er een uitbouwtje gemaakt en ze zeiden dus ze, well, misschien moet het zo maken dat er later eventueel nog een verdieping op kan. Toen kwam de aannemer, die kwam met een aantal velletjes papier en dat was doorgerekend door een bureau, wiskundig doorgerekend, dat dat ontwerp goed was, dat er eventueel een extra verdieping op kon. Natuurlijk kan het nog steeds misgaan bij de uitvoering, bij de implementatie zouden we dan de informatie zeggen. Daar kun je als je het verkeerde materiaal gebruikt of je begrijpt elkaar niet of je doet het niet volgens het ontwerp, kan het nog steeds misgaan. Maar in ieder geval heb je dat ontwerp al goed doorgerekend. En dat zou bij de informatica vaker moeten gebeuren met de wiskundige manier het ontwerp doorrekenen. Dat gebeurt eigenlijk te weinig. Waarom is dat zo moeilijk en waarom gebeurt het zo weinig? Hoe werkt zo'n programma? Ik ga niet jullie leren programmeren in één minuut, maar ik wil er toch even iets van zeggen. Stel dat je bijvoorbeeld een somprogramma hebt waarbij je de som van een aantal getallen wilt optellen. Je wilt 6 plus 10 plus 20 plus 16 bij elkaar optellen, gewoon omdat het vandaag 6 oktober 2016 is. Je gaat de rij van getallen optellen. Je zet de waarde van de som op nul. Je telt elke keer één voor één, tel je ze erbij op. Nou, en dan lever je het resultaat weer op. Zo makkelijk kan het zijn. Nou, hoe kun je dan bewijzen dat dat goed is? Daar is een speciale hoorlogica voor verzonnen door meneer Hoor. Die heeft dus verzonnen dat je voor elk statement van het programma, je kunt ze nog zien staan, ze zijn dezelfde statements van het programma, moet je beschrijven wiskundig wat er voor het statement aan de hand was en wat er na het statement aan de hand was. Precondities en postcondities. Dus je gaat de som van een rij van getallen bepalen. Je je zet de waarde van de som op 0, de teller op 0. En elke keer stel je de som gelijk aan de som van de eerste i-getallen in de herhaling. En als je dan eentje verder bent, je telt bij die teller eentje op, je telt het ieder getal weer op, dan heb je de som van de eerste i plus 1 getallen. Als je dat maar een aantal elementen keer herhaalt, dan heb je de som van het totaal. Ik zie sommige mensen al een beetje kijken van ja, is dit nou een bewijs? Moeten we dit nou geloven? En dat is precies het probleem. Hoe weet je nu zeker dat je dat bewijs kunt geloven? Ja, voor ik daarover inga, zal ik eerst nog even iets zeggen over soorten fouten die voor kunnen komen. Je kunt dit programma, wat je net zag, dat gaat hartstikke mis als de getallen te groot worden. Daar moet je iets speciaals voor doen. Als je een programma schrijft, zou je denken dat hebben ze daar geen rekening mee gehouden. Nee, daar hebben ze geen rekening mee gehouden. Er worden maar een bepaald aantal bytes gereserveerd voor een getal en als de getallen groter worden, dan gaat het gewoon mis. Zoals je bij, als je, alsof je telt 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, ik heb maar één cijfer. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kom je nooit verder dan 9? Tel je gewoon door en dan kom je weer bij 0 uit. Zo zit het echt in elkaar. Dus daar moet je heel veel moeite voor doen om te zorgen dat je ook met grote getallen uit de voeten kunt. Als je die getallen niet goed aan elkaar combineert, als het ene deel van het programma met getallen werkt zonder komma en het andere deel van het programma werkt met getallen met komma, omdat je dat verkeerd ontworpen hebt of dat iemand een fout gemaakt heeft of dat je het verkeerd bij elkaar gestopt hebt. Dan is het hele programma van slag af en dan kan zo'n raket die kan niet meer bestuurbaar worden. En dan kan het zijn dat je die raket dat je van buitenaf moet ingrijpen en dat je moet laten ontploffen. En dat is gebeurd met de Ariane 5. 8 miljard kostte dat ding en het is uh, naar de maan. Maar hij moest in een baan om de aarde. Um, wat ook vaak voorkomt, je zag zo'n telletje i plus 1 uh, en dat is kleiner of kleiner gelijk. Je maakt al gauw een foutje met eentje te veel of eentje te weinig. Dat, daar moet je altijd voor opletten. We hebben naar de Maaslandkering gekeken, voor Rijkswaterstaat. Het lijkt een beetje zo'n klein, een beetje stalen dingetje, maar één zo'n arm, het zijn er twee, Eén zo'n arm is even groot als de Eiffeltoren. Dat is een enorm ding in de Maas, wat Rotterdam droog moet houden, waar één miljoen mensen van afhankelijk zijn om het droge voeten te houden. Dat wordt in Discovery Channel geafficheerd als extreme engineering, als de grootste robot van de wereld, omdat hij zelf kijkt naar de verwachting van de weersvoorspellingen, de verwachting van de waterstanden en beslist we gaan dicht of we gaan niet dicht. We hebben naar het ontwerp gekeken en het idee is dat je de mensen van Rijkswaterstaat zeiden: als die even de boven gaat, die gaat naar beneden, dan hoeft hij niet te sluiten. Maar als die even de boven is en hij gaat daarna nog een keer de boven of hij blijft langer minstens twee punten niet dalend boven de lijn in de verwachting, dan moet hij sluiten. Nou, dat vonden wij heel schappelijk, maar we twijfelden toch een klein beetje, want we gingen heel goed kijken naar de code en wat bleek als je keek naar die kering, dan werd die laatste net zo'n eentje te weinig, eentje te veel, die laatste werd niet meegenomen. Dus in dit geval moet hij wel sluiten, want hij verwacht dat er in, binnen de periode dat er een keer een te grote overschrijding zal komen, die niet dalend is. Maar dat doet hij niet, want hij telt niet ver genoeg. Nou ja, 10 minuten te laat sluiten voor een ding wat de er zes erover doet om dicht te gaan, dat is niet zo heel erg. Dit is erger, als die snel hoog wordt en voortdurend heel langzaam blijft dalen, dan is die tijdens een uur of zes... Toch behoorlijk lang ver boven de pijl. En dan zou Rotterdam echt onder water staan als hij hierbij niet zou sluiten. En volgens het programma zou hij dat inderdaad niet doen. Ook de tweede, dan zou hij te laat sluiten, omdat hij later dan wel omhoog gaat. Dan krijg je wel de niet dalende overschrijding. Maar dat is echt een probleem. Dat is verbeterd. Dat gaat nu allemaal goed, dankzij de wiskundige methode die we daarvoor gebruikt hebben. Maar heb je daar vertrouwen in? We hebben daar een bewijs van geleverd of dat goed is. Hoe kun je zo'n bewijs vertrouwen? Nou, Bijvoorbeeld van die stomformules, maar ook dat bewijs van die waterkering. We hebben dat programma van die waterkering hebben we vertaald naar een speciaal systeem wat bewijzen kan programmeren, zou je kunnen zeggen. Een bewijssysteem. Dat bewijssysteem dat gebruikt constructieve logica. En dat kan dus elk bewijs in kleine stukjes zelf uitvoeren en ook je tips geven hoe je dat bewijs kunt maken. En dan is er een onafhankelijk stuk programma wat dat bewijs weer kan controleren, kijken of het goed is. Dus de. Dankzij de wiskunde kun je de informatica controleren. Want je kunt kijken of je een eigenschap in een programma correct is en je kunt dat bewijs controleren. Je kunt het ook gebruiken om wiskunde te beschrijven. En dan kun je met de informatica de wiskunde controleren. En dan ben je er, nou, zekerder dan dat kun je niet zijn als je zo'n bewijs hebt en dat is onafhankelijk weer bewezen. Dat is het ultieme vertrouwen wat je kunt hebben in het bewijs. Zou je zeggen, dit is te mooi om waar te zijn? Is het ook. Eind vorige eeuw, dat is toch alweer 15 jaar geleden, had je nauwelijks nog mobieltjes. Toen waren ze blij dat ze konden bewijzen met deze techniek dat 11 een priemgetal was. Hé, hey. nou dat is niet zo'n heel groot uh, uh, resultaat. Inmiddels zijn we echt veel verder. Kunnen we een complete programmeertaal die veel gebruikt wordt, C, die kunnen we in dat bewijssysteem uitschrijven en daar programma's in schrijven en dingen over bewijzen. En we hebben dus geen omzetting meer nodig van een gewone programmeertaal, maar we kunnen dat zelf rechtstreeks doen. Er is dus heel veel gebeurd, heel veel onderzoek geweest en het heeft heel veel progressie geboden. Nou... Daarmee kunnen we dus safety garanderen, maar hoe zit het nu met security? Kerncentrales kunnen gehackt worden, er is het Stuxnet-virus geweest, dat via internetcomputers, computers met het internet verbonden, kwam het in een kerncentrale in Iran. Het heeft geen schade aangericht, maar mensen waren zich rot geschrokken dat je met zo'n kerncentrale ook zou kunnen hacken. En, dat is hartstikke moeilijk, security, waarom? Omdat alles erbij komt kijken. En, en iets, bij die safety keken we naar één stukje software, doe dat wat het moet doen. Hierbij moet je, kun je niet saboteren. Waarmee kun je saboteren? Alles kun je verzinnen waarmee je kunt saboteren. Een mooi voorbeeld daarvan is de bedrijfsbeveiliging. Een groot IT-bedrijf, een security-IT-bedrijf in Nederland, wilde hun bedrijfsbeveiliging goed controleren. En die lieten dus een ander team. Zeiden ze: Gaan jullie maar eens kijken of jullie bij ons binnen kunnen komen? En via, de, 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 via het internet, via de poort, we hebben iedereen vragen om zijn pasjes, geen enkel probleem. Dat was toevallig, ik was er niet bij betrokken, maar het was toevallig rond mijn verjaardag. Ik ben op 5 december jarig. En wat deden ze? Ze gingen als goedheilig man verkleed het terrein op. Nou, wie houdt een goedheilig man tegen om te zeggen, heeft u een pasje meneer? Niemand. Dus ze waren binnen. Zo zie je maar weer, dat valt niet te bewijzen met een wiskundig bewijs dat dat goed is. In security moet je alles erbij halen en naar de hele context kijken. Er zijn mensen die denken dat je security kunt garanderen door te zeggen, ik vertel niet hoe ik het gedaan heb. Het is heel veilig, maar ik vertel je niet hoe ik het gedaan heb. Zou je dat vertrouwen? Het is heel veilig, maar ik vertel je niet hoe ik het gedaan heb. Het klinkt voor mij als, als ik mijn ogen dicht doe, dan zie je me niet. Inmiddels kunnen we met security, ook met die bewijstechniek, al voor kleine eigenschappen iets bewijzen. En dat is nodig, want bijvoorbeeld van een auto zijn er al mensen die in staat zijn geweest om via de radio, het media entertainment system van de auto, om daar bij de remmen te komen, of bij het stuur te komen. Als je dat kunt, dan kun je heel grote problemen veroorzaken. Hoe kun je dat nu bewijzen, dat dat niet het geval is? Nou, dat kan. En dat is, een Open Universiteit onderzoeker heeft dat gedaan in een Europees project, dat verschillende delenprogramma's elkaar niet kunnen beïnvloeden. Dus je kunt zorgen dat je zeker weet dat van het ene stuk je niet bij het ander een invloed uit kunt oefenen. Dus met de security hebben we nog kleinere stappen. Met de safety maken we wat grote stappen, maar we zijn er nog niet. Wat we nog gaan doen, met een grote onderzoeksgroep, in combinatie met Radboud en Open Universiteit, is onderzoek doen om van ontwerp tot implementatie, op het ontwerpniveau security by design, safety by design, en dan te kijken of we dat kunnen bewijzen vanaf het ontwerp tot en met de implementatie in de praktijk. Ik weet zeker dat de techniek zich zal verbeteren in die tijd. En dat is gelukkig maar, want voorkomen is beter dan een rampenleven.